welkom bij deze nieuwe Top of Flop unboxing video. Hij is binnengekomen, de nieuwe DJI Osmo Pocket. Ik heb hem eindelijk binnengekregen. Dit is de vervanger van mijn oude Canon G7X Mark II, waarvan ik een andere video heb gepost waar ik elke keer dode pixels in beeld had. We gaan over naar een nieuwe compacte versie, een nieuwe gadget met een echte gimbal. Dus als het goed is zouden de beelden een heel stuk stabieler en rustiger moeten gaan worden. Ik ga hem nu voor de allereerste keer uitpakken en daarbij ga ik jullie meenemen. En hier zien we het product zoals het doosje geleverd wordt. Dit is alleen op de camera. De accessoire kit heb ik ook besteld, maar die was nog niet leverbaar. Dus op dit moment is alleen de DJI Osmo Pocket aan mij uitgeleverd. We gaan hem voor de allereerste keer uitpakken om te kijken wat er precies allemaal in zit. Het doosje is volledig gesealed, dus die ga ik met een Stanley mesje even de sealing eraf halen. Even kijken hoe die in godsnaam open kan. We hebben uiteraard de handleiding, de Quick Starters Guide. Geen idee wat hierin zit. Ik denk de adaptertjes en zo. Kijk, een oplaadkabel, een pull strap. En de bekende adaptertjes om hem aan je telefoon te koppelen. Zowel voor de USB-C als de Lightning port voor de Apple apparaten. Maar het belangrijkste vinden we in dit zeer compacte verpakking. Namelijk het apparaat zelf in een mooie opberghoes. Vinden wij... De hoes voelt erg degelijk aan. Het is echt een hard plastic koffer. Waarbij je de Osmo Pocket heel netjes zo in kan opbergen. En dit neem je gewoon mee. Ideaal. Nou, zoals jullie zien zitten alle beschermingetjes er nog allemaal op. Die gaan we er uiteraard uithalen. We gaan de folietjes eraf halen. We zullen hem eens voor de allereerste keer aanzetten. Heeft een touchscreen scherm erop zitten. Gaan we even kijken of we ook gewoon in het Nederlands kunnen instellen. Nee, hij moet in het Engels. Dat doen we dan maar. En de eerste melding die ik al krijg is dat hij geactiveerd moet worden. Nou, ik heb vernomen dat dat inderdaad gewoon moet gebeuren via de app die ervoor is. Maar wat voelt dit ding degelijk en sterk aan, jongens. Wauw. Ja, je kan er dus eigenlijk nog helemaal niks mee, want het apparaat moet eerst geactiveerd worden. Dus dat zullen wij eerst gaan doen. Om het product te activeren moet je hem dus koppelen aan je telefoon. Dat doe je door het klepje wat hier bovenop zit weg te halen. En daar dan de USB-aansluiting van je telefoon te monteren. Die schuif je er gewoon netjes op. En op het moment dat je dan in dit geval je telefoon erop aansluit en je het apparaat aanzet. Je ziet dat hij opent nu ook in dit geval automatisch gelijk de app. Phone is connected geeft hij aan en je krijgt inderdaad tot je het apparaat moet activeren. Het apparaat wordt nu geactiveerd. En hij geeft aan dat hij dus geactiveerd is. Nou, dan krijg je een soort troubleshooting wat allemaal, hoe het werkt. Dat geloof ik allemaal wel. Dan. Oké, nou perfect. Nou moet hij het doen als het goed is, dus nou kan ik hem ook bedienen. Kijk. Geweldig. Maar goed. Hij is dus nu gekoppeld aan de telefoon. Het is niet mijn bedoeling dat ik vaak met de telefoon ga werken. Ik heb niet voor niks het compacte unit besteld. Daardoor wil ik ook gewoon met een compacte camera kunnen filmen en vlogs kunnen maken. Nou, ik ga nu de allereerste opnames maken met de DJI Osmo Pocket. Het super compacte cameraatje wat je dus inderdaad, zoals de naam het al zegt, zo in je pocket, in je zak kan steken om mee te nemen.
De eerste beelden die ik ga laten zien geven jullie een kleine impressie van wat het camera allemaal kan. Alles laat ik nog op de automatische instelling staan, dus ik ga nog niks zelf handmatig instellen. Dit geeft een beter beeld hoe zo'n camera gewoon geluid vanuit de doos beeld weergeeft. En dit zijn dus de allereerste beelden van de Osmo Pocket van DJI. Super compacte camera. Hij staat nu op de selfie modus, face tracking is geactiveerd, dat doet hij automatisch. Dat houdt in als ik op dit moment dus de camera ga bewegen, tot hij automatisch mijn gezicht in beeld gaat houden. Het grote voordeel van zo'n camera met gimbal is dat het beeld ook heel erg vloeiend zal gaan verlopen. Ik ga nu een testje doen door mijn hand op en neer te gaan bewegen. En als het goed is, zien jullie er weinig van in het beeld uiteindelijk. Ik beweeg nu naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, naar links en weer recht. Als het goed is, blijft het beeld dus gewoon gecentreerd of in ieder geval rustig. Je ziet niet hele grote schokken wat je vaak had. Ik laat ook wat beelden beneden zien. Ik ga dus naar beneden lopen via de trap en ik ben heel benieuwd of dat inderdaad soepel gaat. Ik loop dus nu met het apparaatje gewoon door het huis heen. Ik loop nu van de trap af en hier zien jullie gewoon hoe soepel het beeld eigenlijk blijft lopen. Ik ga eens even beneden kijken, want ik heb begrepen dat ze hier een lekkere cake aan het maken waren. Klopt dat? Heb jij een lekkere cake gemaakt? Je ziet er wel echt uit als een kok. Oh, we gaan je volgen. Zit hij in de oven al? Hij is nog heel groot. Oh, kijk nou, het wordt helemaal groot. Wauw. Hé, hey, en die heb jij zelf gemaakt? Met mama. Echt waar? Nou, en wanneer gaan we die opeten dan? Als we naar Bas gaan. Als we naar Bas gaan. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. De camera staat nu weer op selfie-modus. Hij volgt dus automatisch nu weer het gezicht. Oh, een overwand. Heb je die gebruikt daarvoor? Voor de overwand. Oké. Nou, super gaaf, hè? Je ziet er echt leuk uit, zo met je kleren. Ik ga deze video nu afronden. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen van de DJI Osmo Pocket. Er zijn heel veel reviews al op het internet te vinden. Weliswaar veelal allemaal Engelstalig. Dus hopelijk heeft deze video daar toch een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandstalige kijkers. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, vergeet dat dan ook hier beneden niet te doen. Laat een blauwe duim achter. En voor nu kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende Top of Flop.